Iedereen wil op zijn eigen manier graag deel uitmaken van de maatschappij. Vanuit gemeente en overheid wordt ook steeds meer gestimuleerd om de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te activeren en voor te bereiden op een reguliere baan. Hoe deze mensen erbij geholpen kunnen worden, legt Lisanne Vis van gemeente Zoetermeer en Ben Zorgen van Samen Sterk uit. Nou, worden hier kandidaten geplaatst die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt? De afstand die kan heel verschillend zijn. Het kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die om wat voor reden dan ook al wat langer ertussenuit zijn. En die weer graag arbeidsritme op willen doen. Die weer wat zekerder willen voelen. En die hier kunnen werken om uiteindelijk door te stromen naar een volgende baan als opstap. De medewerkers verrichten heel veel producten die samengesteld moeten worden, uitgeteld, verpakt. Daarna door een machine worden dichtgeplakt, zodat het kant-en-klaar is voor supermarkten en drogistketens. En er wordt heel veel aangeleverd uit het buitenland, wat gestickerd moet worden voor de Nederlandse markt, met de Nederlandse ingrediëntensticker. En zodoende kant-en-klaar is voor elke supermarkt of drogistketen. De mensen komen voor 3 tot 6 maanden om hier arbeidsritme op te doen, sociale contacten en zich lekker gaan voelen, zodat ze de kans krijgen om door te stromen naar een reguliere baan. En we moeten zeggen dat lukt. De mensen voelen zich vrij en hebben weer zin om deel te gaan nemen aan de arbeidsmarkt. De mensen kunnen hier ook zich ontplooien door te kijken waar ze goed in zijn. En daaronder valt ook een heftruckcertificaat, waardoor de mensen meer mogelijkheden hebben om toch weer uit te stromen naar een reguliere baan.